toen wij doorkregen dat het heel hard zou kunnen gaan regenen, er werd zelfs hagel en zware, zware onweer voorspeld. Wat hebben we toen als team gedaan? Toen ben ik gaan slapen. Welkom in de Australische woestijn. En dat betekent, Patrick? Ja, dat het vannacht dus geregend heeft. Het heeft gestormd. Maar wij hadden wederom geluk. We hebben geluk gehad, ja. We zaten een soort van vacuüm en al het onweer was om ons heen. Wat hebben we toen als team gedaan? Toen zijn we nu naar veilig gaan stellen en hebben we er helemaal onweer klaargemaakt. Ik weet niet hoe de andere teams het hebben gehad vannacht. Ik hoop dat het nog wel een beetje meeviel. En hier zijn we weer druk bezig om die naar rij klaar te maken. Tussen ons in staat Lisanne en zij gaat straks de eerste shift rijden. Les, hoe rijd jij eigenlijk voor? Nou, als eerste shift is het best wel makkelijk. De ballast ligt er wel in en de camelback ook. Daarna ga ik zo dat ik even naar de wc ben geweest, wat hier best wel lastig is, want we zitten in de Outback. En dat is Johnny Walker, ik maak met iedereen even een praatje. Ik ga daarna even gewoon rustig voor mezelf zijn en dan Luna instappen en wegrijden. En dit keer moeten we de weg opgetild worden, dus we worden nog even spannend. Het wordt de eerste keer dat we dat gaan doen. En het staat heel veel wind vandaag. Maak je daar zorgen over? Ik heb vooral meewind, dus het is heel gunstig. Ik denk dat we extra hard kunnen rijden. Nog harder gisteren. En dat is ook goed. Gaan zeilen op de wind. Na een hele winderige dag zijn we aangekomen op onze overnachtingsplek. Liz, jij hebt de eerste shift vandaag gereden. Emma, jij de laatste. Kun je vertellen hoe het ging vandaag, Liz? Ja, vandaag was de eerste echte proef voor onze coureurs. Het was best wel harde zijwind, best wel harde meewind. Wat natuurlijk heel erg fijn was om veel kilometers extra hebben kunnen rijden daardoor. Maar ja, het is ook best wel heftig om voor de eerste keer met harde wind te rijden. Wat we hebben gedaan tijdens het stuk waar het echt hard waaide, is dat we een beetje gas terugnamen. We hebben wat zachter gereden bij de roadtrain, zachter op kettle grids. En we gezorgd dat de auto hier veilig is aangekomen. Emma, jij was de laatste coureur vandaag. Jij hebt ervoor gezorgd dat we inderdaad hier veilig aankwamen met elkaar. Ja. Ook gas teruggenomen. Ja, zeker. Dat was erg harde wind vandaag. En ja, voor ons is gewoon het allerbelangrijkste dat Luna plus coureur hier gewoon veilig aankomt. Dus dat heeft ons misschien wel wat tijd gekost, maar dat interesseert ons allemaal niet zo heel veel. Luna is hier veilig hier. En we gaan morgen lekker naar Adelaide rijden. Ja, absoluut. De laatste dag... Weet je wat we de stand hebben gedaan, Patrick? Nou, de stand is waarschijnlijk best wel weer door elkaar. En dat gaan we nu zien. En we zien jullie morgen terug naar hopelijk onze aankomst in... Adelaide! Tot dan!